Vandaag is een bijzondere dag. Vandaag is het Prinsjesdag. En op dit Prinsjesdag ontbijt kijken we hoe doen ze het daar in Den Haag. Nemen we ze de maat. En kijkend naar Nederland zien we een land van omgekeerde vlaggen. Protesterende boeren, stikstofuitstoot die onze woningbouw en de nieuwe infra die hier in Amsterdam nodig is tegenhoudt. We zien sterk stijgende prijzen, hevige onzekerheid en met angst en beven zien we de winter eraan komen. En dat alles met een kabinet wat bedroevend lage populariteitscijfers scoort. Ik hoorde de laagste die ooit gemeten zijn. Die vlaggen op zijn kop, dat is niet alleen maar buiten Amsterdam. En wat ik wil doen eigenlijk deze ochtend is kijken van waar komt dat vandaan? Zit daar nou een gedachte achter waar wij iets mee moeten? Wij als, ik mag toch een beetje zeggen, als elite zoals wij hier bij elkaar zitten. En zoals die in Den Haag vandaag zijn nieuwe plannen ontvouwt. Nou, daarvoor wil ik eigenlijk twee dingen doen het komend half uur met u. In de eerste plaats een beeld schetsen van hoe staat het land er nou voor? En daarbij kunnen we niet alleen naar het land zelf kijken, maar zullen we ook breder moeten kijken naar Europa, naar de rest van de wereld. Opdat wij, en dat is eigenlijk het tweede deel van mijn verhaal, kunnen oordelen over de plannen zoals die inmiddels bekend zijn geworden van het kabinet. Niet alles kan. We lopen tegen grenzen aan, zowel in sociaal, in ecologisch en in financieel opzicht. En dat is in feite de prijs die we betalen voor het heel lang ontkennen van de problemen die er zijn. En dat is dus een boodschap van bescheidenheid, van het prioriteiten die we moeten stellen en ook dingen die we dus niet meer moeten doen. Maar daar koppel ik meteen een tweede boodschap aan vast. En dat is dat wat moet en wat kan, wat echt nodig is, dat het ook betaalbaar is voor ons. En dat is een waarschuwing tegen de zuinige geest die 10 jaar geleden zoveel noodloze ellende heeft opgeleverd, ook in dit land. En mijn boodschap is er niet eentje van onbegrensd spenderen. Er zijn grenzen, reële grenzen waar we ons aan hebben te houden, ook in de economie. Er is een bepaald productief vermogen in dit land. Als je daar overheen gaat, als je dat aanbod meer aanspreekt dan wat het kan bieden, dan krijg je wat we nu zien, inflatie. Dus we zullen terug moeten, we zullen minder moeten doen, maar zorg vooral dat het goede overeind blijft. We hebben haast met een aantal hele grote transities en dat zijn ook geen keuzes of we die maken. Dat zijn transities die nodig zijn om gewoon de basis van onze economie, van onze samenleving overeind te houden. Goed, het water staat in Nederland dus al velen aan de lippen, maar niet alleen in Nederland. Dit plaatje is afkomstig uit Pakistan, waar op dit moment een derde van het land onder water staat. En dat terwijl we in een wereld leven die nog maar 1,1 graden is opgewarmd ten opzichte van wat de temperatuur was voordat de industriële revolutie begon. Dat is dus nog ruim onder de 1,5 graden die we hebben afgesproken wereldwijd dat het zou moeten zijn. En 1,5 graden die we bereiken als we doorgaan met de huidige tempo van de uitstoot van CO2 in 7 tot 8 jaar. Met andere woorden, er is werkelijk waar geen tijd meer om te wachten. Want als we over die 1,5 graad heen gaan, die 1,5 graad is niet zomaar gekozen. Dat is omdat er dan vervolgens allerlei, wat heet tipping points, kantelpunten worden bereikt. Van smeltende poolkappen tot ontdooien van de tundra. Waardoor er alsmaar meer CO2 vrij gaat komen. En waar we nu zitten in een situatie van man-made climate change, komen er dan in eentje van nature-made climate change. En dan hebben we het echt niet meer zelf in de hand. Dus dan worden die processen onomkeerbaar. Dan gaat het ook versnellen. Dus net als met zwangerschappen, er is niet zoiets als een klein beetje klimaatverandering. Op het moment dat we die grenzen overgaan, dan gaat het ook echt heel hard door. Grenzen waar we tegenaan lopen en waar we echt iets mee moeten. En dan is klimaatverandering er nog maar eentje. Dit plaatje laat zien op de verschillende milieuthema's die er zijn, wat eigenlijk de veilige gebruiksruimte is die we als mensheid hebben. Dat is dat groene bolletje, die aarde die we hebben, dat is de gebruiksruimte. En we zien dat eigenlijk op een heleboel van die thema's we er al ruim overheen zijn. Dus novel entities, dat is de biodiversiteit, daar zitten we al ruim overheen. Daar beneden, dat zijn de stikstof- en de fosfaatkringlopen die hevig verstoord zijn. Maar ook bijvoorbeeld de chemische verontreiniging die heel groot is. En ja, ook klimaatverandering zien we daar staan, maar nog maar veel minder
dan op allerlei andere thema's zijn we daar de grenzen voorbij. En in de arme landen heeft dit op dit moment al een enorme impact. Arme landen die ook niet het geld hebben om de aanpassingen te maken, de dijken, de verstevigde huizen die nodig zijn om die veranderende wereld met 1,1 graden, laat staan 1,5 graden, voor elkaar te krijgen. Arme landen waar wel op dit moment de bevolking heel hard aan het groeien is en waar die economie ook zich aan het ontwikkelen is. Waar ze dus allemaal bezig zijn om de nieuwe infrastructuur te leggen, de nieuwe manier van zich transporteren, de nieuwe manier om energie op te wekken. En daarbij hebben ze de keuze, doen we dat op een duurzame, schone manier, of doen we dat op een manier met bijvoorbeeld kolencentrales. En nou is het al zo dat bijna over de hele wereld, als je naar de hele levensduur kijkt, de goedkoopste manier om dat te doen is door dat op een schone manier te doen. Want als je een kolencentrale neerzet, dan is het weliswaar relatief goedkoop om hem neer te zetten, maar je zult nog 30, 40 jaar lang kolen moeten inkopen. Nou, bij schone energie is dat niet het geval. Het probleem is alleen dat die arme landen geen geld hebben. En als ze dan moeten kiezen tussen die kolencentrale nu neerzetten, wat ze wel kunnen betalen, of investeren in veel minder duurzame energie, dan wordt dat toch nog vaak voor die kolencentrale gekozen. En dus daarom ligt er ook een dure opdracht bij ons om te zorgen dat zij daar die investeringen kunnen doen die nodig zijn. En Nederland heeft dan misschien wel een heel klein aandeel in de totale uitstoot wereldwijd. Thierry Baudet heeft het altijd over 0,0000. Tegelijkertijd, wij zijn wel een van die rijkste plekjes van de wereld. Met overigens ook per hoofd van de bevolking een heel behoorlijke CO2-uitstoot. Dus daar zit wel een verantwoordelijkheid. Wij kunnen het veranderen en als wij het niet gaan veranderen, is de grote vraag of de anderen het ooit gaan volgen. Nou, hoe staan wij er als Nederland voor? We gaan weer even terug naar eigen land. We staan er goed voor. Je mag zeggen, sociale hoogvliegers. Dit is een plaatje uit de meest recente publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistieken. Over de wat heet brede welvaart in Nederland. En dan zie je dat wij in Nederland behoren tot eigenlijk de Europese top. Dus alles wat je in het groen ziet, daar zitten wij in de top in Europa. Grijs is in het midden. Nou, en er is eigenlijk niks wat hier rood kleurt. We zijn echt het hoogst scoren als het gaat om de tevredenheid met het leven, de arbeidsparticipatie, het aantal mensen wat meedoet aan de arbeidsmarkt, contact met familie, vrienden en buren. Overigens zit daarachter wel soms een trend die naar beneden gaat. Dus de tevredenheid is nog steeds hoog in Europees opzicht, maar is wel sinds 1997, toen ze voor het eerst begonnen dit te meten, niet meer zo laag geweest. Nou, er zijn overigens ook wel opvallende plekken waar we wat achterblijven. Dat zijn de grijze streepjes. Bijvoorbeeld de levensverwachting van vrouwen in Nederland is nog steeds middelmatig. We zijn maar middelmatig tevreden met hoe we wonen. En ook op het gebied van veiligheid en vooral milieu scoren we niet heel erg goed. Al met al, dit is een goed beeld voor Nederland. Je zou zeggen, de vlag kan uithangen, maar dan ook met de goede kant naar boven. Of is dat niet zo? Want dat goede beeld is niet voor iedereen weggelegd. Als we kijken naar de verdeling van deze brede welvaart, dan zien we bijvoorbeeld dat het onderwijsniveau daar een hele grote rol bij speelt. Je moet er wel voor doorgeleerd hebben om het goed te hebben in Nederland. Brede welvaart, dat gaat wel echt ergens over. Het is bijvoorbeeld het verschil in levensverwachting tussen hoogopgeleide en laagopgeleide in Nederland is zo'n 5 tot 6 jaar. Je ziet ook die laagopgeleide, die hebben veel meer onzekerheid over het werk, want zij zitten in die flexcontracten. Ze hebben betalingsachterstanden. In Nederland heeft 1 op de 5 mensen te maken met betalingsachterstanden en ziet, en dit zijn dus cijfers van voordat we die inflatie kregen dit jaar, zag al met angst en beven naar de financiële toekomst uit. Nou, het kan nog erger en dat heeft te maken met je achtergrond. Dus hier zien we eigenlijk mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, dat kleurt eigenlijk helemaal rood. Nog een interessant onderscheid is dat tussen het stad en platteland. We zien op dit plaatje, dus waar de donkere plek is, daar zitten eigenlijk de mensen die op heel veel van die brede welvaartsindicatoren eigenlijk slecht scoren. Slecht vergeleken met de rest van het land. En dan zie je dat dat met name in de grote steden zit. Dus Amsterdam, maar ook Rotterdam, Den Haag. Dat zijn de plekken waar het eigenlijk heel erg slecht gaat. Dus wat dat betreft zou je zeggen, inderdaad, op het platteland mag de vlag uit. Maar dan misschien hadden ze hem goed op kunnen hangen.
wat we net hebben gekeken is gewoon de cijfers over hoe het op dit moment ervoor staat. Als we dan kijken naar de basis van dit alles. Nou, ook daar heeft het CBS naar gekeken. En ze hebben gezegd van naast het economisch kapitaal waar we het vaak over hebben, heb je natuurlijk ook voor een goed leven natuurlijk kapitaal nodig, menselijk kapitaal, sociaal kapitaal. En dan zien we dat met name rondom natuurlijk kapitaal we het hier in Nederland gewoon echt niet goed doen. Dat zit hem in de fosfor en in stikstofoverschotten die wij produceren en in de CO2-uitstoot. En daarbij is de trend hierbij ook nog echt de verkeerde kant op. Een andere pijnlijke plek om even op in te zoomen. En dat kan omdat er deze zomer een heel interessant rapport is uitgekomen waarbij allerlei nieuwe cijfers op een rij zijn gezet over de vermogensongelijkheid in het land. En we wisten al dat in Nederland de vermogensongelijkheid zeer groot was in internationaal opzicht. Lang werd nog gedacht van nou, maar dat is omdat de pensioenen daar niet goed in zitten. Nou, dat is nu allemaal bij elkaar genomen en het blijkt de ongelijkheid is nog groter dan we dachten dat die was. In Nederland heeft dus 1% van de bevolking heeft 26% van al het vermogen. En de rijkste 10% heeft 61%. Vergelijk dat met de onderste 25% die eigenlijk enkel schulden heeft. Dus daar zit een probleem. En een hele belangrijke, want dit was op zich een beeld wat we al wisten. Maar ik denk een belangrijke uitkomst van dit rapport, overigens onder voorzitterschap van Laura van Geest, was dat het huidige fiscale beleid in Nederland die verschillen alleen maar aan het vergroten is. En dat daardoor Nederland steeds meer een land wordt waarin niet zozeer hoe hard je je best doet of hoe talentvol je bent, maar vooral hoe rijk je ouders waren bepaalt hoeveel vermogen je zelf hebt. En wat je ook nodig hebt, zeg ik als econoom, om het maximale uit een land te halen. Dus je wil ook dat de mensen die dingen kunnen, die dingen willen, dat die daar ook de kans toe krijgen. En we kennen natuurlijk allemaal de Bijbelse wetmatigheid uit Matteüs. Die zegt: aan wie heeft zal gegeven worden en wel in overvloed, maar wie niet heeft, hem zal ontnomen worden, zelfs wat hij heeft. Maar ik denk het belangrijke boodschap van Laura van Geest, haar rapport, is dat hoeft niet zo te zijn. Wij hebben zelf die wetten gemaakt, de belastingen zo ingericht dat deze ongelijkheid toeneemt. Bijvoorbeeld rondom het huis. Wat we hier zien is voor verschillende leeftijdscategorieën de vermogensopbouw. En dan zie je dat de mensen met een huis, dat zijn de grote staven, aanzienlijk sneller vermogen opbouwen dan de mensen zonder een huis. Dus dit is de ongelijkheid in Nederland tussen de mensen die een huis kunnen kopen en de mensen die moeten blijven huren. Dat is wat je krijgt met een hypotheekrenteaftrek, onbelaste vermogenswinsten op huizen en belastingvrije huurinkomsten. Maar als we kijken naar de belasting die betaald wordt op het inkomen uit vermogen, dan zien we ook dat waar we in begin 2000, toen het nieuwe belastingstelsel werd ingevoerd, we juist hadden ingezet op een gelijke tarieven voor de verschillende manieren waarop je je inkomen hebt, dat over de afgelopen 20 jaar dat daar behoorlijk de klad in is gekomen. En dat met name dus vermogen uit de box 2, waar de zelfstandig ondernemers, de directeur, groot aandeelhouders zitten, de mensen met een aanmerkelijk belang, dat daar die belasting heel sterk naar beneden is gegaan. Waardoor we nu in Nederland ook de situatie hebben, een beroemde uitspraak van Warren Buffett, de miljardair uit Amerika, die zei op een gegeven moment van: waarom betaal ik eigenlijk een lager belastingtarief dan mijn schoonmaakster? Nou, dat is een situatie die we in Nederland ook alsmaar meer gaan krijgen. En als je het rapport van Van Geest leest, dan zit er ook een hele interessante hoofdstuk in, waarin de zogenaamde opmerkelijke belastingconstructies worden besproken. Nou, en dat zijn echt teksten, als je dat leest. We mogen blij zijn dat veel mensen dat niet lezen, want daar start je een revolutie mee. Dat ligt nu allemaal op tafel. De vraag is, wat gaan we ermee mee doen? Laatste plaatje uit het rapport, dat is deze. Die laat zien, wat is nou uiteindelijk, als je alles bij elkaar neemt, de belasting op vermogen die we doen. En dan zie je dat eigenlijk in heel Europa is het zo dat vermogen belast wordt. En er is één klein landje waar we netto een subsidie geven op vermogen. Niet alleen rondom die vermogens is het oneerlijk in dit land. Dat geldt ook rondom het klimaatbeleid. Dit is een figuur uit een rapport uit 2017, waarin is gekeken binnen welke inkomensgroepen wordt nou eigenlijk hoeveel betaald
aan dat klimaatbeleid. En we zien daar, dat zijn die bovenste drie staven, dat de top 10% van Nederland die besteedt 1,5% aan het klimaatbeleid, aan de heffingen op de energie bijvoorbeeld. Terwijl de laagste 10% die is drie keer zoveel geld kwijt aan, als percentage van het inkomen, aan het klimaatbeleid. En we zien ook hier dat de groei daarvan toeneemt als we het beleid niet zouden wijzigen. Dan zou dus in 2050 bijna een vijfde van het inkomen van juist de armste mensen in Nederland naar klimaatbeleid gaan. En het wordt natuurlijk des te onrechtvaardiger als je bedenkt dat met het klimaatbeleid zoals we dat nu gevoerd hebben, wat heel erg inzet op zoveel mogelijk privaat vermogen activeren, zo zuinig mogelijk als overheid je geld uitgeven. Ja, wat doe je dan? Dan geef je de subsidies waar uiteindelijk de mensen met het vermogen gebruik van kunnen maken. Dus dat zijn subsidies op het aanleggen van zonnepanelen, het isoleren van woning, het kopen van de Tesla. En dat zijn allemaal zaken waar die onderste 10% niet in mee kan gaan. Dus die krijgt dat geld niet. En sterker, die blijft daardoor nu, terwijl de energieprijzen stijgen, in die tochtige woning zitten. Terwijl de top 10% zijn huis inmiddels heeft geïsoleerd en klaar is voor wat komen gaat. En omdat het allemaal zo oneerlijk georganiseerd is, zijn de favoriete economenoplossingen van een heffing op de CO2 bijvoorbeeld, of wat mijn voorgangster op deze plek, Barbara Baarsma, deze zomer voorstelde, een verhandelbaar recht op CO2-uitstoot, die zijn eigenlijk gewoon niet bespreekbaar. Mensen hebben het vertrouwen verloren dat soort nieuwe systemen uiteindelijk op een eerlijke manier zullen worden ingevoerd. En op dit moment stelt dat eigenlijk de hele klimaatbeleid min of meer in een soort van padstelling die we zullen moeten doorbreken. We hebben op zich een heel goed jaar achter de rug, maar het kan wel eens zo zijn dat we een beetje aan de bovenkant zitten van de achtbaan. We hadden een nieuwe regering die voor de eerste keer ook echt die harde ecologische grenzen benoemde, zowel op stikstof als op klimaatbeleid, de juiste doelen stelde en daarvoor ook de portemonnee trok, wat ik denk ook een logische manier van beleid voeren is, want er is dat wantrouwen tegen die economische oplossingen van het beprijzen. Nou ja, dan is de manier om het te doen is eigenlijk gewoon de portemonnee trekken en de mensen te compenseren voor de veranderingen die nodig zijn. En niet alleen het kabinet was vrolijk. Hè. Ook wij als Nederlanders allemaal trokken onze portemonnee. De economische groei dit jaar komt volgens de laatste voorspellingen uit op 4,6%. Dat is ongekend hoog. En de consumptie die groeide zelfs nog meer met 5,7%. De bedrijven die stonden er ook heel goed voor. De twee coronajaren zijn uiteindelijk voor de bedrijven heel gezond geweest. In de zin van hun eigen financiële reserves. Die namen toe met meer dan 100 miljard euro. En kwamen daarmee op een niveau wat nog nooit zo hoog is geweest. En ook in het eerste kwartaal van dit jaar wisten de Nederlandse bedrijven recordwinsten te boeken. Hoger dan ooit eerder was vastgesteld door het CBS. Nou, we weten inmiddels, het is niet alleen maar roze geur en maneschijn. En werden we getroffen door wat je wel een perfect storm mag noemen op de energiemarkten. Iets wat je wel hoort is dat we eigenlijk vergeten zijn om te blijven investeren in de fossiele industrie. In de fossiele energievoorziening. Nou, het Internationaal Energieagentschap, die zeggen van nou, eigenlijk als je kijkt naar de investeringen in energie wereldwijd, dan is de enige plek waar we in lijn aan het investeren zijn met wat nodig is om die Parijsdoelen te halen, dan gaat dat om fossiele energie. Dus de afname die we daar de afgelopen jaren hebben gezien, is precies wat nodig is om uiteindelijk aan die 1,5 graden scenario te voldoen. Het probleem zit hem juist in dat we niet tegelijkertijd meer zijn gaan investeren in die duurzame energie. Dus dat is waar we naartoe zullen moeten. Nou, door die hoge energieprijs is de inflatie opgelopen, 12% op dit moment. Wel belangrijk om daarbij te bedenken dat dat een overschatting is van de daadwerkelijke inflatie. Daar wordt gerekend met dat iedereen eigenlijk die nieuwe energieprijzen meteen ook gaat betalen. Dat is niet zo. Rekent met die hoge inflatie, want dat is wat het Centraal Planbureau doet. Kwam er in augustus een getal uit dat de koopkracht in Nederland gemiddeld genomen met 6,8% zou gaan dalen.
Overigens mensen met een uitkering al een stuk minder en de lage inkomens ook wat minder. Maar desondanks, en Femke benoemde dat net hier ook al, was de voorspelling dat de mensen in armoede in Nederland sterk zou gaan stijgen. Van iets minder dan 1 miljoen naar 1,3 miljoen, waaronder 300.000 kinderen. Dat zou betekenen dat 1 op de 10 kinderen in Nederland volgend jaar in armoede zou moeten opgroeien. En als laatste over hoe het er nu voor staat. De Europese Centrale Bank, ondanks het feit dat die rente, dat de inflatie eigenlijk niet zo heel hoog boven hun doel zit, heeft toch ook besloten om een historische renteverhoging toe te voegen. En heeft ook gezegd dat ze daar nog de komende tijd meer aan toe gaan voegen. En dat is ook iets wat op dit moment over heel de wereld gebeurt. En waar steeds meer waarschuwingen voor komen dat dat ja, bij elkaar op gaat tellen. En dat dat dus wel eens een keer een recessie teweeg kan gaan brengen die we niet ons kunnen veroorloven. Ik denk het positieve nieuws is, Nederland is echt nog steeds een eigenlijk uniek fijne plek op deze wereld. Maar ja, de brede welvaart die we hier ruimschoots hebben is wel ongelijk verdeeld. Het fundament daaronder, dat zien we eigenlijk afkalven. Veel van de natuurlijke grenzen, die hebben we al ruimschoots overschreden. En dit alles leidt tot heel veel sociale spanningen. Goed, dan komen we nu bij het belangrijkste deel van de dag. Wat staat ons te doen? En daarbij is mijn eerste boodschap is, blijf vooral doen wat nodig is. En dit plaatje is eigenlijk vooral om te illustreren hoe we dat 10 jaar geleden niet gedaan hebben. We zien daar de nieuwbouw in Nederland. En dan zien we dat in 2010, dus eigenlijk het moment dat eigenlijk alle bezuinigingen gingen beginnen, dat op dat moment de nieuwbouw in Nederland stil kwam te liggen. En dat heeft heel lang doorgewerkt. Dus als je kijkt naar de nu ingeschat tekort aan woningen in Nederland, is ongeveer de helft daarvan kun je verklaren uit het feit dat we gewoon gestopt zijn met voldoende woningen te bouwen. Nou, dit had uiteraard in die jaren ook een hele hoop sociale ellende tot gevolg. Mensen die hun baan verloren in de bouw en elders, die ook vervolgens geen geld meer konden uitgeven, waardoor vervolgens er nog minder werd uitgegeven in het land, weer andere mensen hun baan verloren. En heel veel mensen die dus de bouw uit zijn gegaan en ook niet meer terug zijn gekomen. Waardoor we nu met onze hele grote opgave rondom bijvoorbeeld de energietransitie eigenlijk met de handen in het haar zitten over waar halen we die mensen nou vandaan. En dat kunnen we ons dus niet nog een keer veroorloven. We moeten met volle kracht vooruit, die stroomnetten die moeten worden verzwaard. We moeten heel snel gaan isoleren in dit land. En daar hebben we gewoon iedereen bij nodig. En tegelijkertijd, er is die inflatie, er is krapte, ook op de arbeidsmarkt in Nederland. En daar moeten we wel iets mee. En dat betekent dus dat we prioriteiten moeten stellen. Die economie die moet op sommige plekken afkoelen. Maar dat afkoelen dat kun je beter op een gerichte manier doen. En dat kun je dus via de overheidsbegroting kun je dat sturen. En daarom is dus mijn pleidooi om dat veel meer langs de begroting te doen dan dat de centrale bank dat gaat doen door de rente te verhogen. Want dan rem je namelijk de hele economie in gelijke mate af. Heel belangrijk daarbij, gebruik wel de markt. Dus laat die prijsprikkels wel zijn werk doen. Ga die niet overal buiten werking stellen. En ik denk, we moeten daarbij niet al te bang zijn voor faillissementen van bedrijven. Als het gaat om de verduurzaming van de economie, is er gewoon een schreeuwend tekort aan mensen om dat werk uit te voeren. Dus op het moment dat er bedrijven ook onderuit gaan, dan is dat niet iets waar we meteen over in paniek moeten raken. Goed, dan de vraag, wat is dan echt belangrijk? Nou, ik heb het al een paar keer gezegd, die transitie. Maar daarbij is het heel belangrijk dat we dat nu wel op een eerlijke manier gaan doen. Dus niemand moet daarmee door een ondergrens zakken. Er moet gecompenseerd worden. Helaas moet ik zeggen, heeft het kabinet gisteren blijkbaar besloten om dat toch te gaan doen door een prijscap in de markt te leggen voor iedereen. Terwijl mijn boodschap die ik jullie hier wil geven is juist dat het zo gericht mogelijk moet gebeuren. Dus ik had veel liever gehad dat het aanbod wat bijvoorbeeld Eneco, die energiemaatschappij, had gedaan om gewoon heel gericht mensen te compenseren, dat daarvoor gekozen was. Ondertussen hebben we wel nog een groot vraagstuk van mensen die juist in een slecht geïsoleerd huis wonen. Een optie die ik denk dat daar op tafel zou moeten komen is dat we denken aan huurkortingen voor mensen die dus in een slecht geïsoleerd huis zitten en die geen kant op kunnen. Dan leg je namelijk ook de prikkel waar die hoort, namelijk bij de huisbaas, om daar snel mee aan de slag te gaan. Blijft er overigens wel nog een hele grote groep over van mensen met een laag inkomen in een heel slecht geïsoleerd huis. Dat zijn er nog altijd 160.000 in
in dit land. En daar is op dit moment nog niet het begin van een oplossing voor. Nou, wat die oplossing zou kunnen zijn, dat is een agenda die, die vorig jaar ik heb mee mogen opstellen. En er zitten ook een aantal mensen hier in de zaal die hem mee ondertekend hebben. Dat is namelijk de eerlijke klimaatagenda. En in feite wat we daar gedaan hebben is gekeken van wat is er nou nodig om die klimaatdoelstellingen te gaan halen. Daar is namelijk een versnelling van beleid voor nodig. En wat zijn nou precies de dingen die juist wel werken voor de mensen met de laagste inkomens? En dan met stip op één staat dus dat omscholen. Wat op dit moment natuurlijk allerlei onderwijsinstellingen wel mee bezig zijn, maar wat ontbreekt is een soort van nationaal offensief daarbij. Nou, heel belangrijk boodschap was van begin nou, de stap af van het isoleren, juist met een klein beetje subsidie voor de rijkere mensen, maar begin nou met de meest tochtige woningen, juist waar die lage inkomens zitten. Nou, dit kabinet heeft dat in het regeerakkoord opgenomen, met name gericht op de woningbouwverenigingen, dat die daarmee moeten gaan beginnen. Heel belangrijk dat we dus ook kijken naar die 160.000 mensen met een laag inkomen in een tochtige woning. Hoe gaan we die uiteindelijk financieel in staat stellen om te doen wat nodig is? En wat een hele interessante was toen in dit proces, was de enorme opbrengst die we kunnen hebben met gewoon de vergroening van dit land. En dat geldt zeker ook nog met een stad als Amsterdam. Juist op de plekken waar lage inkomens wonen, is vaak heel weinig groen. Terwijl we ontzettend veel weten over de gezondheid bevorderende effecten, die zijn echt enorm, van groen in je straat. En met de hete zomers die we hebben, zijn dat ook echt een soort van de afkoelingsplekken die mensen steeds meer nodig zullen hebben. Nou, tot zover de kant van de transitie. We hebben het ook gehad over die vermogensverdeling. En gelukkig heeft die commissie van Geest ook een paar hele goede suggesties gedaan. Eigenlijk om weer terug te gaan naar de oorsprong van de belastingwetgeving. Proberen om alles weer veel meer gelijk te trekken. Zowel het belasten van arbeid en vermogen, waar vermogen nu veel minder belast wordt dan arbeid. Het gelijker belasten van de verschillende manieren van vermogensoverdrachten. Dus het sluiten van al die sluipwegen die er nu zijn, de bedrijfsopvolgingsregeling bijvoorbeeld, ooit gestart met een heel nobel doel, maar nu vooral een vehikel voor hele rijke mensen om te zorgen dat ze weinig belasting betalen bij de erfenis. En ook gewoon de verschillende vermogensvormen zouden veel gelijker belast kunnen worden. Dan wordt het ook een heel stuk, kunnen ook allerlei talentvolle mensen op de Zuidas met hun talenten andere dingen gaan doen. Als we dan kijken naar de kabinetsplannen, zoals die zijn doorgecijpeld, wat zien we dan? Dan zien we eigenlijk dat er ontzettend veel goed gaat. Dus er zitten heel veel, juist hele gerichte maatregelen. Juist aan de onderkant gaan de lonen omhoog. Er is een energietoeslag, andere toeslagen. En wat ik heel interessant vind, is ook aan de kant van waar het geld vandaan komt, zie je dat nou, de geest van Laura van Geest zogezegd al een beetje begint door te sijpelen. Dus er wordt een hogere belasting op de verhuur van vastgoed. Daar in die box 2 wordt het ingewikkelder om met lage tarieven bezig te blijven. En dat is echt wel een omslag. Nou, waar ik niet blij mee ben, dat zijn dus juist al die generieke maatregelen. Dat zijn er weliswaar minder, maar die zijn wel heel erg duur. En dat is dus allemaal geld wat we niet kunnen gebruiken uiteindelijk om gericht die mensen te helpen die het hardste nodig hebben. En om vervolgens die economie te stimuleren door die transitie aan te jagen. Nou, overal denk ik moeten we toch wel het kabinet een pluim geven voor wat ze met dit pakket voor elkaar hebben gekregen in termen van wat dat met de koopkracht van mensen doet. Het blijft nog steeds een flinke schok die we hebben. Dus hier zien we het verschil in koopkracht over 2 jaar gemeten van 2023 naar 2021. Het blauwe bolletje daaronder is waar het eigenlijk stond toen het Centraal Planbureau in augustus met zijn verkenning kwam. En we zien waar het kabinet met dus deze maatregelen het naartoe heeft weten te brengen. Dus ze hebben de pijn als geheel genomen eigenlijk weten te halveren. Maar ik zou zeggen, nog veel belangrijker is de manier, dus de verdeling die hierachter zit. En dan zie je dat het juist de armste huishoudens zijn die er volgend jaar het meeste op vooruit gaan. 7,4%
En uitkeringsgerechtigden zelfs 8,5%. Nou, en daarmee wordt eigenlijk wat ze dit jaar naar achteren zijn gegaan, wordt meer dan goed gemaakt. En dat zie je ook in die armoedecijfers. Hè? Dus Femke die zei van volgend jaar gaat dat groeien. Nou, de laatste cijfers zijn dat het juist gaat dalen. Nou, kunnen we dat allemaal betalen? Ja, in Nederland kunnen wij dat makkelijk betalen. Het tekort leek op 1,1% uit te komen. Dat wordt nu 2,5%. Maar vanwege die inflatie die er toch nog steeds is, daalt de staatsschuld uiteindelijk naar 48,8%. Dus wat dat betreft voor Nederland geen enkel probleem. Nou, zijn we er daarmee? Nee, helaas niet. Als Nederland zijn we onderdeel van de monetaire unie. En niet overal gaat het zo goed als hier. Dus hier zien we van de verschillende landen in de Europese Unie hoe hoog de overheidsschuld is. Die gele lijn, dat is de 60% grens die we ooit 30 jaar geleden met elkaar hebben afgesproken in Maastricht. Nou, Nederland zit daar nog keurig onder. Maar zoals we zien zijn er landen, hè, en ook hele grote landen zoals Italië, die daar zeer ruim overheen gaan. En dat is problematisch, want ook in die landen worden ze op dit moment getroffen door de crisis. En sterker nog, die worden harder getroffen, ook weer door deze crisis, dan wij hier in Nederland. En dit wordt een heel acuut vraagstuk, ook voor Nederland. Dus daarom durf ik het hier nu, terwijl we het over de Nederlandse beleid hebben, toch even op tafel te leggen. Want het heeft geen enkele zin als wij in Nederland succesvol een transitie doormaken en in de rest van Europa en overigens ook de rest van de wereld dat niet gebeurt. En het interessante is dat er lijkt in Europa ook echt wel een meerderheid te vormen om dit heel erg te gaan veranderen. He, als je ook hier kijkt links, de schuld van de EU als geheel is ongeveer 90% gemiddeld genomen. Van het eurogebied is dat bijna 100%. Nou, dat is vergelijkbaar met wat Amerika heeft. Dus dat is niet ontzettend hoog. Wat dus betekent, ik herhaal het nog maar een keertje, dat we keuzes moeten maken. Dat niet alles kan, maar alles wat we kunnen en wat we willen, wat vinden dat moet, daar kunnen we ook betalen. Goed, ik ga afsluiten. Het schijnt, ik heb wel eens gelezen, dat elke generatie meent dat ze op een kruispunt van de wereldgeschiedenis leven. En dat dwingt tot enige relativering ook over onze eigen plek. Tegelijkertijd denk ik dat er weinig generaties zijn die kunnen zeggen dat zij de klimaatverandering hebben zien beginnen en dat zij de enige generatie waren die deze nog hadden kunnen stoppen. Er staan ongekende publieke belangen op het spel, zowel in Europa als rondom klimaat, biodiversiteit wereldwijd. De sociale spanningen zijn ongekend. Maar Nederland en de Europese Unie hebben een hele goede uitgangspositie om dit alles toch tot een goed einde te brengen. De belangrijkste is dat we het wel durven te gebruiken. Dat we niet zoals 10 jaar geleden denken van, oh, het geld is op, we moeten de broekriem aanhalen, we kunnen eventjes niks. Nee, de uitdaging voor de komende jaren wordt juist om die capaciteit die we hebben, om die volledig te benutten. Om iedereen dus de ruimte en de kansen te geven om daar zijn steentje aan bij te dragen, om te doen wat er moet gebeuren. En daar hebben we juist een hele zelfbewuste overheid voor nodig. Die de markt weliswaar als een instrument ziet wat benut moet worden. En dat ook vooral doet, maar niet als een doel. En sinds 2008 heeft de overheid, want we komen natuurlijk uit jaren van markttriomfalisme, waarin de overheid alsmaar kleiner en bescheidener is geworden. Sinds 2008 is die slinger de andere kant op gegaan. Nou, dat is met vallen en opstaan gegaan. Ik denk, we staan voor de meesterproef wat dat betreft. Die transities zijn onontkoombaar. Ik hoop dat ik heb kunnen laten zien dat de klachten die er leven ook heel erg reëel en terecht zijn van over de sociale dimensie daarvan. Dus die oneerlijkheid van de samenleving, daar zullen we echt mee aan de slag moeten gaan. En zeg ik tegen u hier, dit is geen gemakkelijke boodschap voor de elite. Want in dit alles zal het betekenen dat de elite een stapje terug zal moeten doen. In Nederland, de rijkste 10% is 10 keer zo rijk als de armste 10%. Maar verbruikt 15 keer meer energie als het gaat om bijvoorbeeld de privétransport. En dat is dus iets wat simpelweg onhoudbaar is. Maar een stapje terug van de elite is wel de enige oplossing die er is. Ter aanmoediging zou ik dan maar even een Franse term willen gebruiken. Noblesse oblige. Dank je wel.